eraf, op de grond, rond de muur. Gewoon en dan zegt en dan kun je niet meten. Hey, ik ben Thierry van BC Signature en welkom in een nieuwe Raps of the Week. Deze week rappen we deze BMW X5 in het machtige X-spel Stelt. We voorzien deze XC60 T8 van een populaire PWF Smaragd Green Wrap. We werken de Porsche Boxster af in het Macau blauw. Velgjes zijn ook ondertussen aangepakt, dus die is zo goed als klaar voor te leveren. Dan hebben we deze unieke Rotmans stijl livery op de Porsche Targa. En toch wel een speciaal projectje, want die gaat de Rally Lima naar Cape Horn rijden. Dus gaat heel Zuid-Amerika doorgaan en die moet morgen al in de container op transport. Dan hebben we een super vette X-Pel Stealth Wrap op deze BMW 218 Grand Coupé. We hebben de Petrolhead Wrap. Eerste Petrolhead Wrap voor klanten, want we hebben die zelf op een van onze Tesla's zitten. Maar de eerste Mustang die we voorzien in de nieuwe Petrolhead van PWF. En dan hebben we uiteraard nog een herstelling op de GLE. Als ook een X-Pel lakbescherming op deze toch wel zeer mooi gespekte Porsche Touring. Check out the Wraps of the Week. Deze BMW X5 45i Hybrid is volledig gewrapt in een X-Pel Stealth. Dus origineel een zwart glanzend metallicje en nu is dat een satijn zwart glanzend metallicje. Een beetje frozen black om het zo te zeggen. Volledige koetswerk is behandeld
Met de folie 200 micron dik. En het grote voordeel is uiteraard dat het frozen black heel moeilijk te onderhouden is, maar dat hier de krassen vanzelf verdwijnen bij warmte. De folie gaat als het ware herstellen. Ook een uitzonderlijk goede bescherming tegen steenslag, 200 micron dik. Dus dat houdt echt al wel serieuze stenen tegen. En bovenop de wrapping hebben we onze X-Pel Fusion keramische coating nog toegevoegd. Dus de auto is dan ook nog eens water- en vuilafstotend en dus per definitie ook veel gemakkelijker proper te houden. We wensen de nieuwe eigenaar alvast ontzettend veel rijplezier. Er één keer rondlopen, wiel er terug op en uiteraard ook vastzetten en laten zakken. Hey, de oefening is gedaan als een auto met een vast wiel terug de grond raakt. Als je daar niet geraakt, ja, dan stopt een tijd en hij schrijft tot waar dat je geraakt bent. Zet je er wel geraakt, is het natuurlijk om ter de kortste tijd. Gewoon rond het wiel lopen. De grond zit er rond en er terug. Dus de rijp op de grond, rond de wiel. Dus gewoon en dan zegt en dan kun je niet meten. Goed. Ik ben klaar. Zeg jij klaar gewoon? 3, 2, 1, go! Een minuut sneller. Jari? Spoken out, Victor. De laatste. Arno, 2 minuten 7. 2 minuten 7. Op de tweede plaats staat Victor, 2 minuten 42. Op de je zijn wij te weg. Ik had nog een kost kunnen gaan pakken. Op de derde plaats staat Jari met 3 minuten 19. Op de vierde plaats staat Juan met 3 minuten 39. En op de vijfde plaats 3 minuten 42. We zijn hier deze middag in het Spaans dak in Oud-Heverlee en dit is de start van de Road to the 24 Hours of Spa. Samen met Curbstone gaan we hier met een twintigtal mega dikke GT-wagens helemaal van Oud-Heverlee naar Limburg en dan helemaal naar Spa-Francorchamps voor de start van de 24 uur. Ik rij zelf mee, dus jullie kunnen meegenieten van enkele beelden onderweg.
Deze Mustang is volledig gerapt en elke petrolhead gaat er helemaal zot van worden, want de exclusieve kleur op deze auto noemt petrolhead. Nieuwe kleur van PWF, ziet er super dik uit, want het is iets matter dan de klassieke satane kleur die we gewoon zijn van PWF. En er zit echt zo'n kleurschakering in van blauw-groen-achtig iets, afhankelijk van hoe dat het licht erop komt. Volledige buitenkant is uiteraard gerapt, was origineel een grijze Mustang. En zeker met de complementair gekleurde oranje remklauwen en accenten binnenin, geeft dat de Mustang natuurlijk een extra stoere look. We wensen de eigenaar alvast ontzettend veel rijplezier. We zijn meteen ook toegekomen tot het einde van deze Wraps of the Week. Volgende week pakken we deze prachtige Taycan Sport Turismo. Een van de eerste, het is niet de eerste, maar toch een van de eerste Sport Turismo's die we hier met lakbescherming mogen beschermen. Het zou geen probleem mogen zijn na het aantal gewone Taycans die we al hebben mogen uitvoeren. Mustang is uiteraard ready. Een herstelling aan deze Ocean... Nee, niet Ocean Shimmer. Ik ben het helemaal kwijt, maar van deze zeer speciale Tesla Model 3. Dan hebben we een olive matte green BMW X5. Niet te verwarren met de satijngrijze X5 die daar staat. Een beetje dezelfde kleurtint. Die gaat dus van bruin naar satin. Iets veel stelt op de Defender met zwarte accenten vooraan. Dus gaat ook een hele toffe look krijgen. En eindelijk het verder afwerken van onze eigen petrolhead Tesla Model 3 en de Camille Music Video Mini Cooper Wrap komt eraf en moet terug origineel ingeleverd worden. Check it out. En schrijf je in op ons YouTube kanaal en duw het belletje voor een melding voor de Wraps of the Week van volgende week. Tot wrap!